Zondag treffen NAC en PSV elkaar in speelronde 2 van de Eredivisie. En al is de competitie pas één wedstrijdje onderweg, in Breda zijn ze wel aan een succesje toe. NAC verloor namelijk de eerste wedstrijd met 4-1, kansloos bij Vitesse. PSV kende een betere start, het won met 3-2 van AZ en spoelt daarmee de nare smaak van de twee dramatische nederlagen tegen Osijek een heel klein beetje weg. Belangrijk, eerste wedstrijd van het seizoen winnen. En thuiswedstrijd, en dat is lekker dat je die 3 punten had gepakt. Ja, hoe erg hebben jullie in de put gezeten als team zijnde? Ja, daar wil ik niet meer naar kijken, niet meer aan denken. Dat is nou een poos geleden. Kijken vooruit en daar zijn we na die wedstrijd toen mee begonnen. En dat hebben we opgepakt en tegen AZ 3 punten gepakt. Dus ja, daar denk ik dat we geen woorden meer over hoeven te zeggen. Zoet speelde tegen AZ, ondanks de 2 tegentreffers, een prima wedstrijd. Hij kreeg misschien net wat meer te doen dan hem lief was, maar met een aantal uitstekende reddingen had hij een goede bijdrage aan de zege. Ja, Han Baks, die kan wel schieten, hè? Het is al de 3e keer dat hij Zoet belaagt vanavond. Vejenovic, mooie paas en die wordt nog aangeraakt. Het is toch ook wel aardig wat uit moeten halen, Jeroen Zoet, vandaag. Als keeper het liefst de 0 houden, heb je de 2 goals tegen. Maar uiteindelijk denk ik dat je voor het team lekker een gevoel moet hebben. Want je hebt gewonnen en dat is het enige wat telt. Als we tot het einde van het seizoen alles met 3-2 winnen, hoor je mij niet klaar. Ja, hoe is het gevoel verder binnen de ploeg na die overwinning? Ja, je krijgt een stukje vertrouwen terug, omdat je weet dat je ook 3 keer scoort. En dat gevoel van doelpunt te maken was eventjes weg. Maar ik denk dat we geen paniek gezaaid hebben. Vertrouwen moeten houden in onze eigen kwaliteit. En dat is wel een stukje teruggekomen na die wedstrijd thuis tegen AZ. NAC uit, het is een cliché van je welste, maar NAC uit is altijd lastig. Als we kijken naar de laatste 5 ontmoetingen tussen beide ploegen in Breda, dan zien we dat PSV had daarvan maar liefst 3 verloor. Zoet zegt dat allemaal niet zoveel. Ik denk dat is iets wat we als team sowieso al moeten beseffen. Geen 1 wedstrijd. Makkelijk zal zijn dit seizoen. NAC is gepromoveerd, speelt zijn eerste thuiswedstrijd voor een uitverkocht stadion. Dus die gaan het scherpst van de snede gaan ze erop. En, ja, als wij dat daar ook tegenover stellen, dan weet ik dat wij meer kwaliteit hebben. Wij moeten elke wedstrijd hetzelfde benaderen. Vooral nu dat we maar 1 wedstrijd in de week hebben. En daar is een wedstrijd uit tegen NAC is niet anders dan een andere wedstrijd. Dat dat dan een burenruzie is, een derby, dat zegt jou ook niet zoveel? Nee, ik woon wel al een hele poos hier, maar ik kom niet uit Eindhoven. En met mij zijn er weinig jongens die echt uit Eindhoven komen. Dus dat gevoel zal meer bij de supporters zijn dan bij de spelers zelf. Alleen dat neemt niet weg dat we net zo graag willen winnen als iedereen die ons steunt.